Goedenavond. Welkom bij de allereerste Bhagavad Gita satsang in het Nederlands. Ik heb enorm veel zin in. Ten eerste, voor Adi, want Adi en ik hebben heel fijn samengewerkt en mede door zijn start van dit vertaalklus is dit hele project uitgegroeid. En enorm dankbaar voor hoe fijn we met elkaar gespeeld hebben. En dit tot stand hebben weten te brengen. En dus nu ook hier zo met de satsang met elkaar kunnen zitten. Net zoals met de yogasutras zal ik ook dit uiteindelijk downloaden. En een beetje alles, alle blablabla ertussen uitknippen om het zo compact mogelijk te maken. Omdat het op YouTube gaat en mensen niet de context weten van dat we wekelijks of maandelijks bij elkaar komen. Zo liefst om het zo compact mogelijk te maken, dan zet ik het op YouTube en dan voeg ik het toe aan de pagina. Op die manier, net als met de yogasutras, dus week na week, maand na maand, langzaam bouwen we een soort van commentaar op. Geen definitief commentaar. Wie weet krijg ik ooit de tijd in de zin van het belletje intern dat het tijd wordt om daar ook uit te schrijven en uit te tikken. En dit zijn gewoon live contemplaties die je zou gaan meemaken rondom de versen. En dus live contemplaties om vooral de gedachte hoe we dit kunnen gaan beoefenen in ons dagelijks leven. Hoe slaat de tekst Bhagavad Gita op jou? Hoe kan je deze prachtige, praktische tekst implementeren in je eigen leven, dat jij Arjuna wordt, de hoofdrol in deze prachtige tekst. En hoe je in je, als het ware, innerlijke Krishna kan duiken, je innerlijke guru, het zelfbewustzijn, het centrum van bewustzijn dat er altijd is. En dus dan het heel persoonlijk maken gaandeweg en de reis mee bewandelen die Arjuna in dit verhaal gaat afleggen. Bedenk alsof jij Arjuna bent. Leef je in het verhaal alsof Krishna tegen jou praat. En luister dus naar wat wil Krishna tegen jou zeggen. Wat wil Krishna, die het zelf, het allerhoogste pure bewustzijn vertegenwoordigt, wat wil het dat hij, in dit geval, maar het is niet een hij, het is een pure bewustzijn dat vormloos is. Wat wil het tegen je zeggen en wat wil het van je? Wat vraagt het of wat stelt het voor dat je kan doen? En als we op deze manier de tekst gaan beginnen en op deze manier ook de tekst bekijken, dan wordt het een enorm persoonlijk proces waarin Krishna dus tegen jou praat, tegen ons praat, ons yogis. Hij staat op de website, hoofdstuk bij hoofdstuk, begin met een introductie. Dus hier kan je door de hoofdstuktitels even heen scannen. En wat ik als eerste wou doen, de Bhagavad Gita kent 18 hoofdstukken, is door de introductie te gaan om het hele verhaal, het symbolische verhaal van de Bhagavad Gita, om dat neer te zetten, zodat je een beeld kan vormen. Het beeld wat namelijk gevormd wordt voorafgaand aan de aanvang van de Bhagavad Gita, schept een visueel, metaforisch beeld waarin je opnieuw jezelf kan plaatsen. Ik zelf ben een enorm visueel persoon. Ik ben beter met soms met beelden dan met woorden. Daarom heb ik een aantal lieve mensen die mijn teksten checken, bijvoorbeeld. Ja, ook grammatica. Ten eerste zijn mijn zinnen Engels geworden. En ten tweede, de D's en de T's vliegen er extra bij of worden nogal het her en der vergeten. En dus, deze mind vindt het visuele aspect van wat ons aangeboden wordt hier enorm fijn. Omdat ik mezelf daar dan heel makkelijk in neer kan zetten. En daardoor wordt het hele verhaal een prachtig theaterstuk van yoga. En Bhagavad Gita, Gita is lied. Lied als in zingen, als in een gezang. Bhagavad in Bhagavad is een ander woord voor God. En dan in dit geval natuurlijk niet de God die bovenop een wolkje zit, waar dat dan ook geplaatst wordt, maar alles doordringend, geheel,
dat het vormloze waarin alles lijkt te manifesteren. Dus dit is het prachtige lied over en van, zeg maar, het goddelijke, het allerhoogste. Ik ga gewoon door de introductie heen lezen. Dan komen er vanzelf een aantal punten omhoog die je voorafgaand aan de Bhagavad Gita. Ik doe maar gewoon even helemaal alsof jullie helemaal niks weten. Want ik weet dat jullie al heel veel weten. En absoluut niet vers zijn. Maar om een aantal punten te doorlopen, gaan we even dit alvast doorlezen. De Bhagavad Gita is een prachtige, praktische tekst. Schuin gedrukt, omdat dit de benadrukking is die ik ook in deze satsang wil in het oog wil houden. Hoe houden we het praktisch? Hoe beslaat het op mij? Hoe beslaat het op mijn weg? Hoe beslaat het op wat ik wil in het leven? Hoe is dit voor mij nuttig? Hoe kan ik dit uitvoeren en beoefenen? En dus een praktische tekst over yoga, die ons via een dialoog tussen een oprechte student genaamd Arjuna. En Arjuna betekent iemand die oprecht moeite doet. Dus iemand die streeft naar yoga, iemand die serieus en oprecht deze weg bewandelt. En we zullen zien als we in een stukje historie gaan rondom Arjuna en wie Arjuna is, symbolisch in dit lied, in dit gezang, en aan het goddelijk gezang, zeg maar, dan zie je ook dat Arjuna al zijn hele leven een hele oprechte student is. Nou, dan kunnen we onszelf even daar neerzetten, want wij zijn ook hele oprechte studenten op het weg naar het zelf. We doen ons vaak eerder tekort dan dat. En natuurlijk moeten we weer uitkijken dat ego, maar oprecht moeite doen, oprecht liefdevol en al een hele lange tijd doet Arjuna die stappen die nodig zijn om de weg te bewandelen. Dus het is een dialoog tussen Arjuna en de absolute non-dualistische realiteit in de vorm van Krishna. Nou zijn er andere commentaren van de Bhagavad Gita. Dit is de vrijheid die een commentaar kan nemen. Namelijk dat we de dingen kunnen interpreteren zoals we zelf willen. We weten hoe de Bijbel anders geïnterpreteerd kan worden. De Koran kan anders geïnterpreteerd worden. Maar dit is niet een religieuze tekst. Toevallig hoorde ik net een stukje van Swami Rama, waar hij wat zei over de Bhagavad Gita. En hij zei, als het als religieuze tekst wordt gebruikt, dan schrap dat. Want het is geen religieuze tekst. Maar deze tekst, zoals de Patanjali Yoga Sutras, de Bhagavad Gita, de Upanishads, Die kunnen natuurlijk met een bepaalde bril bekeken worden. En dus zullen we, als je verschillende commentaren hebt, zou je zien dat Krishna op verschillende manieren geïnterpreteerd is. Krishna kan letterlijk een god zijn die er buiten is, waarmee we een relatie aan kunnen gaan. Dit is een vorm bijvoorbeeld van hoe mensen de Bhagavad Gita opvatten. Dan is het een dualistisch. Dan is de tekst dualistisch in hoe ze hem opvatten. Wij, ik, jullie hebben natuurlijk jullie eigen vrijheid, heb nog nooit naar de Bhagavad Gita als dualistisch gekeken, maar altijd Krishna niet als een persoon of als een godfiguur gezien, maar als een symbolische vertegenwoordiging van de non-dualistische realiteit. En het helpt de mind, want het is zo moeilijk soms om je voor te stellen wat het zelf überhaupt is. Dat kan de mind überhaupt niet doen. Dus hoe kunnen we het soort van tastbaar maken voor de mind, zodat we er wat mee aan kunnen doen? En wat een betere manier dan dat we net doen alsof het zelf, het ware zelf, buiten ons staat als een alwijzend, geheel wijs en alwetend, dat was het woord dat ik zag, een alwetend persoon, waarmee we letterlijk een dialoog aan kunnen gaan. Nou is die dialoog natuurlijk niet extern, maar die is intern. Maar op die manier kunnen we het soort van symbolisch neerzetten, dat er een dialoog is tussen je oprechte student-identiteit, zeg maar, in jezelf, en Krishna, die ook in jezelf zit, namelijk het ware zelf, dat wat één is met de non-dualistische absolute realiteit. Dus dat is die dialoog die de Bhagavad Gita is.
En in deze dialoog worden alle facetten, biedt het alle facetten van de weg van yoga aan. Dus het is een dialoog, niet over het weer, niet over wat ik moet doen ten opzichte van een bepaald. Nee, het gaat gelijk naar het hart. Het is yoga. Dat is waar de dialoog over gaat. Deze tekst, die zowel filosofisch, psychologisch als praktische principes bevat, begeleidt ons naar het zelf via een proces van zelftransformatie. Ik had al benoemd dat het 18 hoofdstukken bevat. En elk hoofdstuk biedt ons een ander aspect aan van dit zelftransformatieproces. En dus al die 18 hoofdstukken gaan samenwerken als één proces door alle lagen heen van ons niet-zelf naar het zelf. Naar Atman, naar Brahman, naar yoga. Een weg van het vergankelijke naar het onvergankelijke. Van het dus vergankelijke naar het eeuwige, van het vergankelijke naar het oneindige. Tweede paragraaf. Als ik dit doe. Ja. De dialoog tussen Arjuna en Krishna vindt plaats vlak voordat Arjuna op het punt staat een rechtvaardige oorlog te voeren. We gaan zo in die symboliek verder duiken, maar nu al kan gezegd worden dat deze oorlog biedt symbolisch de strijd uit die in onszelf gaat plaatsvinden als we de weg van yoga gaan bewandelen. Een strijd die je zou bevrijden van de gehechtheden. De gehele oorlog en wat eraan vooraf gaat, wordt beschreven in de Mahabharata, een tekst met meer dan 100.000 versen. Midden in de Mahabharata vinden we deze 700 versen, die de Bhagavad Gita worden genoemd, die alleen, puur alleen het gesprek bevat dat Krishna en Arjuna voeren vlak voordat deze oorlog begint. Er is een videoserie beschikbaar. Peter, weet ik nog, met een achternaam weet ik niet meer. Het is van 6-7 uur en het is opgezet als een toneelstuk en het is de hele Mahabharata en ik heb hem gezien. In de Nederlandse Asham ligt die ook. De DVD-serie. En dat is mijn enige gehele introductie naar de Mahabharata, omdat het zo groot is. Ik heb nog nooit de hele tekst zelf gelezen. Maar die 100.000 versen gaan over het opzetten van die oorlog. Het hele verhaal naar die oorlog toe. Gaan over het hele opbouw. Dat leidt. Hoe het komt dat het leidt tot die oorlog. Alle details. Ook allemaal symbolisch. Dan uiteindelijk heb je dat stukje dan wat de Bhagavad Gita wordt genoemd. En dan is de rest van het verhaal de daadwerkelijke oorlog die zich gaat plaatsvinden. Dus dit kleine stukje. Deze maar 700 versen in die meer dan 100.000 versen is de Bhagavad Gita binnen in de Mahabharata. En Raka zegt, wauw, wat is dat een werk geweest? Ja, dat is een werk geweest. Waars vertelde me, omdat hij in India is opgegroeid, is dat er op een gegeven moment, toen hij klein was, ergens een serie was opgenomen die heel lang doorging, omdat de Mahabharata enorme tekst is, die op zondagochtend werd uitgezonden, dat zo populair was dat waarschijnlijk iedereen in India met een televisie voor het beeld zat om die serie te bekijken. Wordt ook regelmatig nog steeds herhaald, omdat die heel erg populair was. Dus niet alleen in het Westen worden ook nu gebruik gemaakt van televisie om dit soort epische, epic, waanzinnig prachtige, symbolische verhalen aan ons aan te reiken, ook dat gebeurt in landen zoals India. En dat was inderdaad, het is een enorme grote tekst. Dit wordt benoemd even, zodat je de Gita kan plaatsen. Zodat je niet ineens denkt, waar ben ik nou weer in beland? Want zeker het allereerste hoofdstuk, wat we straks misschien nog volgende week gaan lezen, bevat een enorme hoeveelheid aan namen en schetst een beeld dat als je het voorafgaande niet weet, dan is het eerste hoofdstuk nogal verwarrend. In principe hoef je het niet te weten, want als je gewoon dan even zo door het eerste gedeelte van hoofdstuk 1 doorleest en uiteindelijk je aandacht erbij houdt als Krishna, zeg maar, Arjuna begint in te storten, want dat is wat in het eerste hoofdstuk gebeurt,
als je het vanaf daar oppakt, dan in principe heb je dit niet nodig. Maar de Mahabharata is natuurlijk niet zo van dat alle 99.300 andere versen dat die nutteloos waren. Het is een prachtig symbolische tekst die allerlei facetten aanreikt en uitlegt en instructies geeft om het leven te leiden. Dus Arjuna en Krishna staan tussen beide legers in. Hier. Dus maak een plaatje in je hoofd, hoe je het ook doet. Kijk of je je fantasie nuttig kan inzetten. Arjuna en Krishna staan tussen beide legers in. Aan de ene kant staat Arjuna's leger, die de goede kwaliteiten symboliseert. Aan de andere kant staat het leger van zijn neef, die alle slechte kwaliteiten uitbeeldt. Dit leger bevat familieleden, oude leraren en andere bekenden van Arjuna. Arjuna staat op het punt deze familieleden, oude leraren en andere bekenden aan te vallen. Klinkt intens, is het niet? Beeld je in dat jij tegenover je familieleden en bekenden staat. Op een groot veld, Kurukshetra wordt het veld genoemd. Zo heet het veld waar de oorlog gaat plaatsvinden. En dus denk je in dat jij staat daar met al je goede kwaliteiten aan de ene kant. En daar staan al jouw minder goede kwaliteiten. Die, dan zeg ik het al, symbolisch uitgebeeld worden door je familieleden en bekenden. Want echter, in dit verhaal van de Bhagavad Gita beelden deze familieleden en bekenden symbolisch de gehechtheden uit. Die wij zullen moeten doden op onze weg naar yoga. Gehechtheden die we ons hele leven lang als familie hebben aanschouwd. Waarvan wij nu inzien dat ze obstakels zijn om het zelf te realiseren. Deze gehechtheden hebben het koninkrijk van de mind overgenomen. En dus is een confrontatie onvermijdelijk om zelfrealisatie te bereiken. Dus hier in mijn introductie probeer ik gelijk naar de kern te gaan van wat dit verhaal uitbeeld. Het slagveld is het veld van de mind. Ik weet niet wat Kurukshetra precies betekent. Mijn Sanskriet is het niet het allerbeste. Maar het zou vast iets symbolisch ook te maken hebben met het feit dat de strijd gaat plaatsvinden in het veld van de mind. Dus stel je voor, je bent je hele leven lang, of een groot deel al, een oprechte student. Hoe lang je al bezig bent, je bent een oprechte student. Arjuna heeft voordat deze oorlog plaatsvindt al behoorlijke training gehad. Hij was de legerleider, dus hij heeft al training gehad om die rol, om die vertegenwoordiger van de goede krachten, zeg maar, te worden. Dus Arjuna is niet een beginneling. En voorbereidend naar dit moment toe, waarin de oorlog moet gaan plaatsvinden, waarin de practice dus van yoga daadwerkelijk uitgevoerd moet gaan worden, dat is het moment waar de Bhagavad Gita zich afspeelt. We zullen merken in onze eigen practice dat het een hele hoop voorbereiding is. We bereiden ons voor, we leren van allerlei dingen te doen en dan uiteindelijk blijft het niet leuk bij een intellectueel begrijpen. Het blijft niet alleen maar bij het weten wat de practices zijn en ze op een of andere manier redelijk kunnen uitvoeren, maar ook daadwerkelijk doen waarvoor ze zijn bedoeld. Namelijk dwars door de gehechtheden heen gaan, want het zelf, het ware zelf, Krishna's, dat ze zo mag zeggen, ligt verstopt onder alle gehechtheden. En dus het veld waar de strijd uitvoert is het veld van de mind. En ik ga zo iets nog meer vertellen over de geschiedenis. Dus blijf allemaal in gedachten houden. Lees ik even verder. Echter, bij het aanzien van al deze familieleden, vrienden en bekenden, zakt Arjuna in elkaar en vervalt in een depressie. Herkenbaar?
Dus als je jezelf aan het voorbereiden bent om deze strijd aan te gaan, om de weg te bewandelen en vol moed als een krijger van yoga door de gehechtheden heen naar hetzelfde te bewandelen, is het vrij logisch dat het af en toe een beetje zwaar aan lijkt. En dat je dus depressief kan gaan worden en ook de moed in je schoenen zakt. En daarmee ook soms twijfelt. Twijfel is namelijk iets wat Arjuna ook tegenkomen in het eerste hoofdstuk. Twijfelt over of hij de goede weg loopt. Of dit wel de bedoeling is. Of het wel echt zo moet zijn wat je op het punt staat om te doen. En ook dit kom ik veel tegen. Zowel ben ik het bij mezelf tegengekomen als bij andere mensen. Dat je soms twijfelt over wat je precies moet doen. Ook al weet je wel wat je eigenlijk moet doen. Maar dat is het mooie van hoe het verhaal begint. Is dat het allereerste hoofdstuk begint bij dat Arjuna in elkaar zakt. En depressief in het begin wordt. En dat duurt gelukkig maar één hoofdstuk. Arjuna grijpt als het ware gelijk in. Laat hem niet te lang in zijn donkerte jou lekker nestelen en dat oké vinden. Maar dit is wel hoe het begint. Dus heb jij ook wel eens een zwaar gevoel gehad bij het besef van wat het proces allemaal inhoudt? Dit doet me herinneren aan het feit dat we de 13 vervelende de yakki dingetjes hebben in de Yoga Sutras. Dat ook daar in die tekst wordt gewaarschuwd dat soms vervelende dingen als obstakels tegengekomen gaan worden op de weg. Dat Patanjali, de school, de lijn, de lineage, die die tekst heeft samengesteld, wist toen de tijd dat dat normaal was en dat dat zo belangrijk was, dat dat een stukje in de tekst heeft gekregen. Dat we allemaal obstakels gaan tegenkomen op de weg en dat dat vanzelfsprekend is. En een daarvan is onder andere depressiviteit, angst, twijfel. Er komt van allerlei dingen komen er op onze weg. En dus daar niet door overdonderd raken, daardoor niet mee te diep identificeren, al liefst natuurlijk helemaal niet. Maar in het principe hebben we dat over het algemeen vaak dan al wel een beetje of behoorlijk gedaan. Is om ons dus te waarschuwen, ook weer in de Bhagavad Gita, ons te waarschuwen dat dit kan gebeuren. De beste student kan dit overkomen. En gelukkig hebben we dan onze innerlijke wijsheid, we hebben externe help, die ons dan weer verder kan begeleiden op onze weg. Dus in principe hoort dit er jammer genoeg bij. En zijn dit soort teksten ervoor bedoeld om ons te waarschuwen dat je niet de enige bent die hier af en toe mee te maken heeft. En opnieuw, ik vind goed nieuws. Dat het begin met depressie is in principe goed nieuws. Want als Arjuna het of zelfs tegenkomt als een hele goede student, dan is het helemaal niet erg dat wij het af en toe ook in een bepaalde mate tegenkomen. En natuurlijk is dan de rest van de Bhagavad Gita, is dan hoe je daar doorheen komt of voorbij komt of hoe dat obstakel oplost. Dus als reactie, lees nog even verder, na deze inzakking ontstaat er tussen Krishna en Arjuna een dialoog, waarin Krishna symbolisch verdeeld over 18 dagen, in de Bhagavad Gita verdeeld over 18 hoofdstukken, Arjuna begeleidt, voorbereidt en klaarmaakt om deze strijd aan te gaan. Elk hoofdstuk bevat een aspect van de gehele weg van zelfrealisatie, waarin de verschillende aspecten van yoga, zoals karma, jhana, bhakti en raja yoga, samenwerken als één stroom door de gehechtheden heen naar het zelf. Ik had al gezegd dat verschillende commentaren dingen anders bekijken. Dit is ook iets wat weer door verschillende mensen anders wordt benoemd. In de zin van dat de ene denkt dat je moet kiezen of karma of jhana of bhakti of raja. In de zin meditatie. En een andere manier, en zo vatten wij dus ook op, zo heeft Swami Rama erover gesproken, zo spreekt Swami Janeshwar er altijd over, dat er is maar één Arjuna, er is maar één student, er is één Krishna en er is één dialoog. Dus elk hoofdstuk bevat een aspect van de gehele weg. We doen allemaal karma,
doen allemaal acties. Zonder zanen, zonder weten, innerlijk diep weten, waar de weg over gaat, wat het zelf is en wie je werkelijk bent, is onmogelijk om de weg te bewandelen. We zullen zien in hoofdstuk 11 komt devotie erbij. Als we eindelijk beginnen te beseffen wie we werkelijk zijn, dan kan de deur openen naar devotie. En naar devotie naar het ware zelf komt er dan automatisch bijstromen. Ook meditatie is een onderdeel daarvan, omdat we allemaal onze mind mogen trainen op deze inwaartse weg. Dus al deze facetten worden zeg maar gebundeld. Al die aspecten zijn altijd maar één stroom. En die stroomt naar het zelf als we hem volgen. Arjuna is iemand waarmee elke oprechte student zich kan identificeren op zijn of haar weg. Je wordt dan ook uitgenodigd om tijdens het lezen van deze tekst je in te beelden dat je Arjuna bent. Of anders gezegd, je in te beelden dat Krishna tegen jou praat en jou begeleidt op de weg van yoga naar yoga. Om heel duidelijk te laten zien dat Bhagavad Gita, even als ik dat ertussen mag zeggen, niet alleen maar geen religieuze tekst is, maar een yoga-tekst is, dat daadwerkelijk de teachings van yoga, net zoals de Yoga Sutra's een tekst van yoga is, is de Bhagavad Gita een tekst van yoga. Is het woord yoga, dat maar liefst meer dan 80 keer voorkomt, dik gedrukt en met hoofdletters bekrachtigd, zodat het in je gezicht duidelijk is, yoga, yoga, yoga. Nou, even opnieuw, en ik ben blij dat Adi er vandaag bij is. In het project hebben Adi en ik heel fijn samengewerkt om deze versie van de Bhagavad Gita beschikbaar te maken voor de Nederlands sprekende beoefenaars van yoga meditatie. Onze intentie was de versie zo praktisch mogelijk aan te bieden, gebruikmakend van meerdere vertalingen. Yoga! Zegt Adi, leuk. Onze intentie was de versen zo praktisch mogelijk aan te bieden, gebruikmakend van meerdere vertalingen. En vooral de Engelse versie natuurlijk van Swami Rama was waar we het meest op rusten. Maar niet alleen maar, er zijn een aantal andere. Het is namelijk leuk om soms meerdere vertalingen naast elkaar te zien om te kijken wat anderen ervan maken. En daarbinnenin hebben we gezocht naar een verwoording die praktisch blijft. Zodat we uit de verse al genoeg zelf kunnen leren. Zodat hopelijk gewoon door het doorlezen van de verse het verhaal en wat Krishna ons probeert uit te reiken, dat al vanzelf duidelijk is. Natuurlijk is het mooi om daar commentaar op te geven. En dat zullen we dan ook in deze satsang doen. Even een footnote. Deze versen worden hier uitsluitend voor educatieve doeleinden gedeeld om de student van yoga meditatie verder te helpen op de universele weg van yoga. En niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Wat fijn. We doen niet op geld uit. En daarom hebben we ook liefdevol een tekst gebruikt van Swami Rama. Om dat te bewerkstelligen. Ik hoop dat je geniet van deze diepgaande tekst van yoga. Dat je sadhana mag ondersteunen, inspireren en verdiepen. En dat je mag ontdekken wie je werkelijk bent. Om dat staat. Nou. Even een quote die Swami Rama in zijn commentaar in zijn introductie zegt. Om de tekst even te plaatsen ook ten opzichte van hoe gerespecteerd deze tekst is. Er wordt gezegd dat de Upanishads net als een koe zijn die door Sri Krishna gemolken wordt om de koesterende wijsheid aan zijn lieve leerling en vriend Arjuna te schenken. Sri Krishna geeft alle wijsheid van de Vedische en Upanishadische literatuur via de leringen van de Bhagavad Gita. En dit is dan ook de reden waarom de Bhagavad Gita waarschijnlijk tot leven is in het leven is geroepen, in het leven is gekomen, of in de gemanifesteerd is dat de Vedische en Upanishadische literatuur. Hoe zeg ik dat? Netjes. Is afgeschermd soms van de gehele bevolking. Er zijn een aantal doelgroepen die zich soms dingen toe-eigenen. Waardoor het ook heel ingewikkeld gemaakt kan worden. En niet iedereen had er toegang toe. En dus de Bhagavad Gita is letterlijk, weet je, als je indenkt dat
dat we een koe aan het melken zijn, als de Vedische Upanishads een koe zijn, dat je de essentie van al die teksten, want er zijn meer dan 200 Upanishads bekend, via dat ze benoemd worden in Upanishads. Er zijn uiteindelijk iets van 108 Upanishads nog letterlijk in tekst aanwezig. Er zijn 12 Upanishads, of 11 of 10, ligt er maar net aan wie zegt hoe ze ingedeeld worden, dat de essentiële Upanishads zijn. En dat is onder andere Mandukya, de Isha Upanishad, de Mundaka Upanishad, de Prajna Upanishad en de al deze Upanishadische literatuur is nogal alomvattend. Dus hoe kunnen we die essentie in een tekst zetten die begrijpbaar is en toegankelijk is voor iedereen? En dat is wat de Bhagavad Gita en de Mahabharata dus dan ook is. En dit is een quote van Swami. Nou, de achtergrond. Terwijl de voorbereiding om je even in het verhaal neer te zetten. Om vooral het eerste hoofdstuk te begrijpen, kan een korte introductie naar de verschillende karakters in het verhaal een mooie extra toevoeging zijn. Maar het is niet nodig om alle details te kennen om deze praktische tekst te begrijpen. Want het spreekt voor zich dat Arjuna de student is en Krishna de meester. Maar, voor wie nieuwsgierig is, hier is het volgende. Ja, het is knap hoe ze al die... René maakt de opmerking van echt knap. En een ooms en hartjes van Nelly. Hoe ze al die essentie in deze tekst hebben weten te gieten. Bijvoorbeeld, ik mag heel even terug te gaan. Fijn dat jullie tikken. Ik weet dat er een vertraging is en ik weet dat dat er af en toe lastig is om zo snel je gedachten te formuleren en te delen. Maar het is wel leuk dat jullie dit doen. Dus fijn. Er is bijvoorbeeld een hele lange tijd geweest waar de Upanishads alleen maar beschikbaar of alleen maar werden bestudeerd door mensen die sannyas hadden genomen. Dus die mensen die zich teruggetrokken hadden uit de maatschappij en in het bos leefden of in de ashram of in de bergen. Maar dat is natuurlijk een beetje misleidend, want het zou betekenen dat alleen die mensen verlicht zouden kunnen worden. Dat je daadwerkelijk dus zonder gezin en zonder bezitting en zonder partner en kinderen en al dat de enige manier is om gerealiseerd te worden. Je merkt dan ook dat Swami Rama in zijn commentaar heel... decadent is het woord wat in mijn hoofd opkomt, maar ik weet dat dat niet het correcte woord is. Maar heel delicaat, sorry, dat is het woord, delicaat, de lijn beloopt om nog de householder, dus de huishouders, nog de sannyasis, nog de mensen die de... Hi Marian, welkom. Dus nog de sannyasis, de monniken, de swamis, de sadhus, de babas. En dat waren natuurlijk ook vrouwen. Nog de mensen die in de maatschappij leefden met werk, die zelf de service deden, die gezinnen hadden en die de maatschappij voorzetten. Dat de een zegt misschien, dit is alleen maar een tekst voor householders, voor huishouders. Of het is alleen maar een tekst voor de monniken en de swamis en de sannyasis en al dat. En de ene zegt, dit is beter. De andere zegt, nee, het is voor dat. En de ene zegt, alleen wij kunnen gerealiseerd worden. De andere zegt, dat is niet waar. Nou, mensen die mij wat langer kennen, die weten hoe dat een heel delicaat gebeuren is. Maar deze tekst, in principe, is voor iedereen. Want iedereen heeft een mind, iedereen heeft emoties. Iedereen loopt de weg. En dus Arjuna is wel in het verhaal een huishouder. Heeft volgens mij ook vrouwen, heeft uiteindelijk kinderen en al dat. Dus misschien zouden we op dat oprecht kunnen zetten dat het meer voor huishouders is. Maar dan sluit ik mezelf buiten en ik weet hoe geïnspireerd ik ben door het verhaal. Dus laten we dat lekker aan de kant zetten. Hoofdstuk 5 over kennis van renunciatie en actie inderdaad. Dus we zullen gaan tegenkomen hoe de Bhagavad Gita deze twee concepten van leven in de wereld, maar niet van de wereld, heel prachtig aanbiedt, zodat het op iedereen toepasbaar en voor iedereen toepasbaar
is. En dus ook opnieuw hoe mooi deze tekst de essentie bevat van al de Vedische literatuur en al de Vedische kennis en Upanishads die daar een onderdeel van zijn. Dus laten we vooral dat eeuwige debat over wie of wat beter is, of voor wie het bedoeld is, lekker achterwege gaan. Want uiteindelijk mogen alle hoekjes toch losgelaten worden. En niemand kan zonder actie. En niemand kan zonder ongehechtheid. Dus er staan twee legers tegenover elkaar. Het leger van Duryodhana. En het leger onder begeleiding van Arjuna. Arjuna is de tweede zoon van 5 zonen van Pandu. Genaamd Pandava's. Yudhishthira is de oudste zoon. Dus je hebt Yudhishthira, je hebt Arjuna, dan heb je Bhima, dan heb je Nikula en Sahadeva. De vierde weet ik niet helemaal hoe ik dat moet ik opzoeken. Staat makkelijk te vinden op internet. Maar je hebt dus die 5 zonen van Pandu. Yudhishthira is de oudste zoon. Yudhishthira zou de troon opvolgen na zijn vader. Maar zijn vader overleed te vroeg en de oudere, maar blinde broer van Pandu, genaamd Dhritarashtra, nam het koningschap over. Dat Dhritarashtra in de eerste plaats dus niet het koningschap ruled, dat is het Engels, dat hij niet de koning was van het koningschap, was omdat hij blind geboren was en dus niet de kwaliteiten had om een koning te zijn. Hoe kan een koning blind zijn? Dus de tweede broer, Pandu, had het overgenomen. Dhritarashtra had zelf 100 zonen, wat symbolisch is voor heel veel. Gewoon heel veel zonen met Duryodhana als oudste zoon. En al die zonen worden de Kaurava's genoemd. Duryodhana, vol met hebzucht en honger naar macht, wou het koningschap overnemen en zag zichzelf als de rechtvaardige opvolger van het koninkrijk. Dus je hebt Arjuna met zijn 4 broers. Yudhishthira was de oudste die zou koning moeten worden. Arjuna was opgevoed en was klaargestoomd om een legerleider te zijn. En alle kwaliteiten die daarbij komen. Onder andere boogschutter. Nou, dat is natuurlijk allemaal metaforisch. Boogschutter is dat je natuurlijk super scherp kan richten. Yudhishthira vertegenwoordigt dharma. Dus die kon ook niet liegen. Die kan in het verhaal niet liegen. Dat is de stroom van het geheel. Die precies weet wat er nodig is. Waar het heen gaat. En Yudhishthira vertegenwoordigt dus die essentie van dharma. Dat de stroom van het leven inhoudt. Maar omdat Pandu te vroeg overlijdt, wordt Dhritarashtra toch koning. En dus de Yodhana, die denkt dat hij de koning wordt. En ziet zichzelf als de rechtvaardige opvolger in het koninkrijk. Via een zwakte van Yudhishthira, namelijk gokken, zelfs dharma heeft alles heeft nog steeds. Niks is 100% perfect, want we leven in tegengestelde dualiteit. Dus en Yudhishthira, via een zwakte van Yudhishthira, namelijk gokken, zag de Yodhana een manier om de koninkrijk over te nemen. Hij verleidde Yudhishthira in een dobbelsteenspel waarin Yudhishthira zijn recht op het koningschap vergokt aan de vals spelende Duryodhana. Maar dit wordt teruggedraaid. Yudhishthira laat zich echter nogmaals verleiden door gokken, verliest op valse gronden opnieuw. En daarnaast ook moeten de 5 neven voor 12 jaar in ballingschap leven. Dus als 12 jaar lang in het bos, los van de maatschappij. En dat wordt dan ook gezien als het 12 jaar waarin ze spiritueel worden voorbereid om deze strijd intern aan te gaan. Ze trekken zich terug naar de bossen waar ze een spiritueel leven leiden. Ook na hun terugkeer wordt hun elk recht ontzegd. Ze moeten eerst nog, trouwens, ze moeten 12 jaar weg. En dan een jaar lang moeten ze incognito in de maatschappij leven, niet herkend worden. Als ze herkend worden, dan moeten ze opnieuw 12 jaar gevangenschap in. Nou, weet ik niet precies wat daar symbolisch voor staat.
Maar het lukt ze om, en dat is misschien iets leuks om, het lukt ze om te verdwijnen voor een jaar binnenin de maatschappij door zich te verkleden, een masker aan te trekken, dus een acteur te zijn in hun minst positieve kwaliteit. En dat voor Yudhishthira, daar weten we al, dat is gokken. Dus Yudhishthira gaat een jaar lang en is een succesvolle, is hij eigenlijk succesvol in het gokken. En daardoor wordt hij niet herkend, want Yudhishthira heeft een koninkrijk vergokt. Dus het is ook heel bijzonder hoe deze vijf broers, die symbolisch de goede kant van het verhaal, de goede kant van het verhaal uitbeelden, een jaar lang onopgemerkt in de totaliteit van het veld van de mind konden zijn, zeg maar, in de maatschappij konden zijn, door zich neer te zetten in hun meest, wat is het woord? Ik wil zeggen sin, allemaal bijna in een zonde in het Engels, Nederlands. Arjuna is volgens mij een danser en dus een vrouwelijke danskwaliteit. Nou, dus op die manier wordt Arjuna niet. Dus het is op die manier dat ook het positieve zichzelf bekend gaat maken met de donkere kant binnenin zichzelf. En daar dus dan ook weer positief kan, gebruik van kan maken. Nou, zo zie je dat het hele verhaal prachtig symbolisch is, waar ik ook niet alles uit mijn hoofd ook direct iets van heb. Maar wat ik wel leuk vind om regelmatig op te contempleren, is hoe al die stukjes symbolisch met elkaar te maken hebben. Ze trekken zich terug naar het bos, waar ze spiritueel leven leiden. Ook na hun terugkeer wordt hen elk recht ontzegd. Een gevecht kan niet langer uitblijven tussen de Pandava's, die symbolisch staan voor het goede, en de Kauravas, die het slechte symboliseren. Dus hier heb je het. De hele koninklijke familie. Dan heb je de blinde koning en degene dus die overlijdt. Daaruit voortkomen deze vijf zonen. De eerste is Yudhishthira en de tweede is Arjuna. En dan hebben we een... Oh, even snel erbij halen. Nakula en Sahadev. En hier dus de 100 zonen, wat symbolisch gewoon voor een hele hoop is. Waarin de Jodana de legerleider is van die kant. En die twee staan tegenover elkaar. Natuurlijk niet alleen, daar staan nog heel veel andere mensen omheen. Namelijk, doordat Pandu overlijdt, worden de Pandava's tegelijkertijd opgevoed met de Kauravas. Dus de neven worden net zo, worden gelijkmatig tegelijkertijd met elkaar opgevoed. En heel even te kijken. Want wat interessant natuurlijk is, is dat Dhritarashtra, de eerste zoon, de blinde koning, vertegenwoordigt onwetendheid. De zonen die daaruit voortkomen, zijn allemaal onwetend. En dus op die manier vertegenwoordigen die 100 zonen, en het zijn een beetje ontelbaar, want 100 is gewoon heel veel. Al die dingen die voortkomen uit onwetendheid, zijn dus de negatieve of de niet nuttige aspecten binnen het veld van de mind. Pandu, ook al gaat hij in het verhaal dood, maar dus dat waaruit de goede kwaliteiten voortkomen, is ook binnenin onszelf altijd aanwezig. En dus de goede kwaliteiten die we in onszelf hebben, dharma, scherp als een boogschutter, de Sahadeva is vrede, en Bhima is innerlijke kracht. Er zijn een aantal essentiële positieve kwaliteiten die we altijd in ons hebben. Die tegelijkertijd met alle negatieve of niet nuttige dingen in het veld van de mind aanwezig zijn. Die tegelijkertijd binnen in ons eigen leven, side by side, dus naast elkaar, opgroeien binnen in dit lichaam, zeg maar. En daarom is deze strijd zo herkenbaar, dat de onwetendheid is bij iedereen en de positieve kwaliteiten is er bij één. En alle wensen die uit die onwetendheid voortkomen, die is ook in iedereen aanwezig.
En dat is dus de symbolische onderslag van dit hele verhaal, is dat de kleuringen en de gehechtheden die voortkomen uit onwetendheid, omdat we zijn vergeten wie we werkelijk zijn. Wie we werkelijk zijn is natuurlijk het ware zelf. Dat wat nooit vergaat, dat wat eeuwig is. En dit hele spektakel is allemaal ons niet-zelf. Want zelfs de pandava's, de goede kwaliteiten, zijn uiteindelijk niet wie we werkelijk zijn. Maar zijn wel onze hulpmiddelen binnen in het veld van de mind die ons gaan begeleiden op weg naar het zelf. Dus het ware zelf is altijd aanwezig. En deze hele familiedrama, als het ware, speelt zich af binnen in het veld van de mind. En doet dus ook ons vergeten wie we werkelijk zijn. Doordat Dhritarashtra op een gegeven moment dus de koning wordt en de hele boel overneemt. En dus ook de gehechtheden binnen in het veld van de mind ons de strijd willen winnen en het koninkrijk van het zelf, van de mind willen overnemen. En dus niet aan de rechtvaardige, nuttige, positieve kwaliteiten aan onszelf wil opofferen. En dat is dus wat de Bhagavad Gita zo herkenbaar maakt. Is dat we in onszelf de strijd kunnen zien. En hoe meer we onze buddhi en bewustzijn verscherpen, kunnen we bij onszelf inzien dat we wel degelijk goede kwaliteiten hebben. Buddhi is in onszelf aanwezig. Innerlijke rust is in onszelf aanwezig. De innerlijke kracht van Bhima is in onszelf aanwezig. Het gevoel en weten wat dharma is en wat we moeten doen, oftewel Yudhishthira, is in onszelf aanwezig. Maar ook in ons aanwezig zijn al die dingen die voortkomen uit onwetendheid, die zich voortplanten als het ware, die net zo goed als de goede kwaliteiten zijn opgeleid door de meesters, die ook krachtig zijn geworden doordat ze ook opgevoed zijn. De goede kwaliteiten en de niet nuttige kwaliteiten zijn tegelijkertijd binnen in onszelf krachtiger of opgevoed. Die hebben hun levensloop naast elkaar meegemaakt. Daarom is het niet eventjes een kort moment. Nee, het is een verhaal. De Mahabharata is een verhaal van een heel leven. Zo herkenbaar. En Nelly zegt geweldig. En die zegt zo herkenbaar. Dankjewel. En dit is wat ik hoop dat het doet. Dat we het gelijk heel duidelijk neerzetten waarom deze tekst zo praktisch is. Dan is het ook logisch om te zien dat wie wil het liefst binnen in onszelf deze strijd winnen. Of dat er onbewust dus al een strijd aan de gang is. En net zoals dat wij niet dood willen, willen de pandava's niet dood en de kaurava's willen niet dood. Dus zowel de gehechtheden als de goede kwaliteiten willen niet dood. En het liefst wil natuurlijk het ego in de zin van de valse identiteit, ik ben dit afgescheiden persoontje, die wil natuurlijk het liefst de hele boel regeren. De valse identiteit, dit is wie ik ben, die wil regeren. En als natuurlijk de positieve kwaliteiten van binnenin gaan beseffen wat aan de hand is en welke staatsgreep als het ware langzaam is aan het plaatsvinden binnenin ons veld van de mind, komt het dus een moment dat er met voorbereiding en dat het langzaam in onszelf helder wordt dat er een rechtvaardige strijd gestreden mag worden. En dat is wat de Bhagavad Gita, de Mahabharata, erom in zich heeft. Dat er een gerechtvaardige strijd mag gaan plaatsvinden, waarin de pandava's, de positieve kwaliteiten binnen in onszelf, het koninkrijk weer over mogen nemen. Want als de pandava's terugkomen uit hun 12 jaar van teruggetrokken leven in de bossen en ook een jaar lang succesvol weten te verdwijnen in de maatschappij, dan zou je zeggen, dan moeten ze een stuk van het koninkrijk terugkrijgen. Maar de Jodana geeft ze nog niet eens zoveel als een puntje van een speld om ook maar in te leven. Dus het is onvoorkombaar dat als we niet ingrijpen in het veld van de mind, dan zullen langzaam de koude vaas, symbolisch oftewel de gehechtheden, overgenomen worden. Het is gewoon onmogelijk dat ze vredig naast elkaar
leven. Oh, ik heb een beetje gehechtheden en ik heb wat positieve kwaliteiten, zeg maar. En dus is deze strijd, het aangaan van de oorlog, is symbolisch. Omdat ze naast elkaar hebben geleefd en dus dezelfde leraren hebben gehad, zou je merken dat het voor Arjuna, de leider van de positieve kwaliteiten, dat het moeilijk is om natuurlijk die leiders en dat hele leger en alle familieleden te moeten doden. En dat is opnieuw heel herkenbaar binnen in onszelf, want we zijn gehecht geraakt aan onze illusies. We zijn gehecht geraakt aan onze angst en aan alle valse immuniteiten die we hebben opgezet. En zelfs aan dat wat ons heeft geleerd. Ik ben in mijn eigen weg, en dat is hopelijk voor jullie ook herkenbaar, een aantal dingen tegengekomen die voor een hele lange tijd zeer nuttig waren. Heel nuttig waren, omdat ze me geholpen hebben om bepaalde dingen te overleven of bepaalde dingen te doorbreken. Maar dat het vooral die dingen zijn die heel moeilijk los te laten zijn, omdat je erachter komt van, en dat is van, jeetje, zelfs dat is niet nuttig. En dat het heel moeilijk is, soms ook pijnlijk. Maar dat komt omdat je er gehecht aan bent, om dat dan los te laten. En dus is het ook met alle voorbereidingen die de positieve kwaliteiten hebben gehad, hun hele leven lang, om deze rechtvaardige oorlog te gaan voeren. Dus zelfs met alle voorbereidingen, met het lezen van de teksten, met het intellectueel begrijpen van wat het inhoudt, om daadwerkelijk dan in het veld van de mind die gehechtheden aan te gaan vallen, is vrij logisch dat dat niet vlekkeloos gaat. En dat dat dus een intens proces is, omdat we nog verwikkeld zijn. En Anouk zegt, wauw, zo mooi gesimplificeerd. En ja, heel herkenbaar. En dat is het mooie van deze tekst, hoe waanzinnig symbolisch dat allemaal is. De legerleiders, Duryodhana en Arjuna, keren zich beide tot Sri Krishna voor hulp. Interessant, want zowel de positieve kwaliteiten kunnen dus stappen in het zelf, als dat de negatieve kwaliteiten kunnen tappen in het zelf. Ze krijgen allemaal de kracht uit het zelf. De zelf is de bron van alles en leven dus ook uit. Komen ook, spelen zich daar binnenin af. Sri Krishna staat bekend om zijn onoverwinnelijke leger en als de meest wijze leraar en yogi van het land. Sri Krishna geeft hen de keus uit zijn leger of zijn advies. Uit hebzucht kiest Duryodhana voor het leger. Geef mij maar die onwaarschijnlijke kracht. Arjuna, wijs als die is, kiest deugdzaam voor Krishna als gids. En daarom staat Krishna in het verhaal samen met Arjuna op een paard met wagen, op een chariot, op een zeg maar een heel mooi koets. En dus niet bij Duryodhana. Want Duryodhana hadden alle twee de keuze en Duryodhana had gekozen voor een leger. Dus Duryodhana's leger is ook veel groter dan het leger van Arjuna. En dat is natuurlijk iets ook wat soms lijkt. Jij met je positieve boedi, die misschien 1% is, zeg maar binnen het geheel, denkt, oh, hoe ga ik dit allemaal? Dit is, weet je, het leger is veel te groot. We zijn echt met een aantal dat vele malen meer is dan dat je hier, zeg maar, met je strijd en je innerlijke kracht staat. Het voordeel is dat het een rechtvaardige oorlog is. En dat uiteindelijk natuurlijk gelukkig het zelf altijd wint. En omdat het valse kracht is van de Duryodhana zijn leger. Dit is om het straks volgende keer in hoofdstuk 1 te begrijpen. Is dat Dhritarashtra, die natuurlijk blind is. Aan het begin van de Bhagavad Gita staan de blinde vader Dhritarashtra en zijn adviseur Sanjaya. Boven op de heuvel van het strijdveld en Sanjaya vertelt wat hij beneden ziet. En Sanjaya heeft enige yogische vermogens, die kan namelijk vanuit een hele grote afstand nog steeds helder zien, wat heel handig is in het vertellen van het verhaal. Maar dat zelfs dus de blindheid, toch in de blindheid je wel overzicht kan hebben. En dat is gelukkig ook wel wat binnen in ons eigen veld van mijn plaatsvindt. Ook al is het onwetend, we kunnen wel
krijgen, hebben van het geheel. Dus symbolisch, de gehele Mahabharata is symbolisch. Alles wat plaatsvindt in deze tekst verbeeldt de weg van zelftransformatie. Niet iedereen zou het hiermee eens zijn en onder andere kunnen zeggen dat deze strijd gebaseerd is op een werkelijke oorlog. Met welke mening je deze tekst ook begrijpt, deze symbolische strijd tussen het goed en het kwade in onszelf kan een enorme ondersteuning zijn op je weg van yoga naar yoga. En dankjewel nog even. Dankjewel Adi. En dus, dit was een poging om ons in het verhaal te zetten. Yoga. Een poging om ons in ons verhaal te zetten. Om bij jezelf af te gaan dat je al... Dit is niet je eerste dag op de weg van yoga. Je bent in principe al waarschijnlijk... Je hele leven heeft er al iets van een kriebel of een besef. Of een klein stemmetje wat fluistert. Heeft je stapsgewijs al voorbereid met alles wat je al tot nu toe hebt gedaan. Om je klaar te maken voor de strijd die het moeilijkst is en in een mensenleven om te gaan bewandelen, om de mind je vriendje te maken, om de mind te trainen, om het koninkrijk van de mind als het ware weer over te nemen en om met als doel het ware zelf te realiseren. En de strijd die we gaan aangaan is het reduceren van de klesha's, het reduceren van de kleuringen, wat de gehechtheden zijn, zowel naar wat we leuk vinden als wat we afstoten. En de angst die erbij komt kijken zodra we ons afgescheiden hebben van het geheel. En door ons dus af te beelden dat Arjuna, oftewel wij, nu op het moment, op het punt staan om letterlijk deze strijd aan te gaan, is waar dit verhaal start. Waar dit verhaal begint. Prachtig symbolisch. Dat we de goede kwaliteiten hebben we in ons. De minder goede kwaliteiten hebben we in ons. De minder goede kwaliteiten proberen het over te nemen. En dat is niet rechtvaardig. Dat is niet zoals het behoort te zijn. Dus het is onvoorkomelijk dat de strijd geleverd moet worden. En we zullen dan ook zien hoe het eerste hoofdstuk gaat plaatsvinden. Dat Arjuna zich dat beseft. En stiekem hoopt dat hij een omweg kan maken. Dat hij in plaats van de strijd aan te gaan. Gaan we zien hoe Arjuna probeert heel wijs over te komen. Om net te doen alsof het niet nuttig is om al die strijd aan te gaan, dat verschrikkelijke slagpartij aan te gaan, omdat het beter is om jezelf terug te trekken en als monnik, als non, als swami, als renunciate te leven. En dat is natuurlijk niet wat Krishna hem gaat laten. Dat Krishna is niet oké daarmee. En dus gaat dus die hele rest van de tekst over het voorbereiden en Arjuna alle tools geven om die strijd aan te gaan. Nou, daarmee hoop ik dat het een beetje duidelijk is wat we gaan doen. En dus over een paar weken gaan we in hoofdstuk 1 duiken. Hihi, de kop is eraf. Zoals ze dat zeggen. We zijn begonnen. Yippie, laat de reis beginnen. En heel duidelijk, fijn om te horen. En Anneke. Is het een oorlog met meerdere veldslagen? Zo vaar ik het wel. Ja, en dat is natuurlijk symbolisch. Wordt natuurlijk in één verhaal ingezet. En Arjuna wordt binnen 18 dagen klaargestoomd om deze hele weg te lopen. Waar je misschien 18 jaar over doen. Misschien, weet je wel. Dat maakt niet uit. Maar inderdaad, elke keer weer kan de Bhagavad Gita gebruikt worden om dat wat je op dat moment aan het doen bent. Om dat te ondersteunen en te helpen. Inderdaad, meerdere slagvelden. Het komt in stadia, lijkt het. Hè? Dus inderdaad, is het niet erg als je af en toe even verslagen voelt. Maar dan de moed weer oppakt. En dan weer verder gaat met waar we mee bezig waren. Want Arjuna
is natuurlijk niet, die is al een tijdje bezig ook. Dus ook hij zakt weer in. En staat dan weer op. En het allerbelangrijkste is, het maakt niet uit hoe vaak je neerstort, als je maar weer opstaat en verder vecht. Veel zin om te starten. Wauw, nice, bedankt. Leuk dat iedereen er was. En tot de volgende keer. Dag allemaal. Bedankt voor het spelen. Oh, jullie Arjuna's. Wens heel veel kracht toe op je strijd met alle gehechtheden. En dat je je innerlijke Krishna mag vinden. Want die zit er. Doei.